Mijn naam is Rita van Driel en ik werk bij NOC-NSF als programmamanager gehandicaptensport. Daarnaast ben ik bestuurslid bij het Internationaal Paralympisch Comité. Vanuit beide functies probeer ik meer mensen met een beperking aan het sporten en bewegen te krijgen. Een column is mijn bijdrage aan de lezingenreeks De Kracht van Aangepaste Sport. Deze vijfde column gaat over sporters met een visuele beperking. Hoe vaak heb jij gezegd, kun je niet uitkijken? Je bent toch niet blind? Tja, stel dat je wel uitkijkt, maar het niet ziet. Iemand heeft een visuele beperking als er sprake is van geen of beperkt gezichtsvermogen. Eén of meerdere delen van het oog zijn aangedaan. Soms geeft een bril enige verlichting, maar lang niet altijd. In Nederland hebben 726.000 mensen een visuele beperking. Er zijn verschillende vormen van slechtziendheid. Sommige mensen die slecht zien, kunnen niet scherp zien of zien vlekken in hun gezichtsveld. Daarnaast zijn er natuurlijk mensen die blind zijn, waarbij we onderscheid maken tussen maatschappelijk blind, waarbij je nog 2% ziet, of helemaal blind. En wij kunnen ons niet voorstellen dat 2% zien wat uitmaakt. Maar neem van mij aan dat het een groot verschil is. En wat zou dat voor sport en bewegen betekenen? Deze mensen kunnen immers prima bewegen. Moet er iets aangepast worden? Wat vraagt het van jou als trainer of begeleider? Sporters met een visuele beperking moeten goed begeleid worden om veilig te kunnen sporten en ook om te kunnen leren en te verbeteren. Maar ook om sociale uitsluiting te voorkomen. Om valpartijen en botsingen te voorkomen is het voor de trainer belangrijk dat hij de omgeving veilig inricht, maar toch uitdagend, zodat er toch goed meegedaan kan worden. Daarnaast moet de wijze van training geven aangepast worden, want je kunt niet zo wezen met visuele voorbeelden. Soms moet je meer woorden gebruiken om iets uit te leggen of bijvoorbeeld de oefening te laten voelen door het zelf voor te doen. Probeer je eens voor te stellen wat het is om te sporten als je niet ziet. Denk er bijvoorbeeld aan iedereen in de groep telkens weer even voor te stellen, zodat de sporter die het niet kan zien toch weet wie er vandaag in de groep zit. Vertel daarnaast altijd wat je gaat doen en wanneer. En neem niet zomaar een sporter bij zijn hand of zijn arm zonder dat vooraf te overleggen. En hier zwemt Niels. Niels is een vrolijke jongen van 14 jaar. Hij ziet nog 7%. Zwemmen heeft hij altijd leuk gevonden en op school heeft hij zijn zwem-ABC gehaald. Daarna wilde hij heel graag zwemmen bij een zwemvereniging in de buurt. Het bestuur van ZVOD 74 stond daar positief tegenover, ook al wisten ze niet precies wat het voor hen betekende. Maar Niels was welkom en de trainers Wim en Arnold zijn met hem aan de slag gegaan. Hij zwemt nu 2 keer per week met veel plezier in de groep mee. Niels voelt zich daardoor opgenomen in de groep, gewaardeerd en geaccepteerd. Ook lichamelijk is Niels veranderd. Hij is meer gespierd geworden en daardoor voelt hij zich trots en stoer. En dat betekent acceptatie en erbij horen. Dat is de kracht van aangepaste sport. En weet, als je met mensen met een visuele beperking werkt, wees altijd 100% bij de les. Want eenmaal geschonden vertrouwen maak je niet snel meer goed.